Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van Thuis in Limburg, het zomerprogramma van TV Limburg. Je hoort de fans al, ze zijn hier speciaal voor Frans Duits. Is het zo? Zijn ze allemaal speciaal voor mij? Ja, ik ben allemaal voor jou. Ja. Volgens mij gewoon voor de gezelligheid van het programma. Dat hoort er ook bij. Dat hoort er zeker bij. Frans, ja. Hartelijk welkom. Dankjewel. Het is EK, dat betekent volgens mij voor jou tropenweken met het ene oranje feest na het andere. Hard werken. Ja, dat is absoluut zo. Maar wel veel gezelligheid. Want overal waar je komt, wat ik het lekkere vind aan het oranje, zeg maar, is dat het verbroedert. En muziek verbroedert ook, dus dat past heel goed bij elkaar. Ja. Ben jij een echte voetbalfan, een voetballiefhebber? Ik volg sowieso het Nederlands elftal natuurlijk. En zo met WK, EK's, zoals nu. Dan volg ik dat zeer zeker. Alleen het is niet zo dat ik het hele EK kan volgen. Ja, want je hebt optredens natuurlijk ook. Ik heb optredens tussendoor. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik van voetbal vind ik ook echt het Nederlands elftal het leukst. Want dan heb je niet te kiezen tussen de clubs van Nederland. Ja, je bent iemand die dus veel optreedt nu. Ja. Maar je hebt geen eigen oranje hit gemaakt. Is dat een bewuste keuze? Nee hoor, er zijn er nu, als ik het goed zeg, 71 bijgekomen dit jaar. Dus ja, ik heb zoiets van, dat moeten de mensen doen wie dat veel beter kunnen als dat ik het ken. Dus ik hou het lekker op mijn eigen repertoire en ik vind het leuk om wel in de EK-sfeer te zitten. Maar een liedje, dat laat ik aan mijn collega's over. Maar je hebt wel een nieuwe single. Ik heb wel een nieuwe single en daar heb ik met een hele grote vriend van me, Django Wagner. Die is er ook bij, dus die haal ik er zo meteen ook gezellig bij. En dat is wel een liedje wat zeker in deze tijd heel goed past. Want de tekst is in ieder geval, of de titel is toepassend, het is In Ons Café. Oké, nou, dus dat heel mooi. Dat gaat helemaal lukken. Dat, hey, maar ja, zeker over het EK, want we hebben gelezen in de krant deze week dat de cd's van André Hazes en van Frans Duits, die worden het meest gedraaid in de kleedkamer van Oranje. Ja, dat is toch een eer, als die jongens je muziek willen draaien. En ik doe ook regelmatig wat privéfeestjes van de jongens. Oh ja? Ja, zoals wat bruiloftjes en dingetjes, daar ben ik er wel eens bij. Daar ben ik er niet over uit. Maar, okay. Maar het is wel leuk, want dan ontmoet je die jongens en dan leer je elkaar ook op een andere manier kennen. In plaats van op televisie of van een cd af. Ja. En dat is wel heel erg leuk. Dat is toch een beetje een eer. Ja, natuurlijk. André Haas is natuurlijk jouw grote voorbeeld. Absoluut mijn grote held. Nog steeds. Ook qua Oranje hits jouw held? Ja, hij heeft nog steeds de grootste hit in Wij Houden van Oranje. Ja. Volgens mij, met alle respect voor mijn hele goede vriend Wolter, daar is volgens mij nog niks overheen. En die zing je ook vaker? Nee. Of laat je het over? Nee, ik heb hem vorig jaar tijdens een oefenwedstrijd heb ik hem mogen zingen. Heb ik de wedstrijd in mogen luinen met dat liedje. Ja, dat is wel heel bijzonder, want dan zit je in een vol stadion. Ja, dan met kippenvel sta je te zingen. Ja. Ja. Toch nog een kleine voorspelling. Gaan we Europees kampioen worden? Ze zijn wel gebrand, jongens. Ze zijn er wel echt op gebrand. Dus ik hoop dat die felheid ook in het veld zo meteen te zien is. Als ze zo doen zoals vorige week, nou, dan ben ik dik tevreden. Nou, het is tijd voor ophouden over voetbal te praten. Muziek. We gaan zingen. Dames en heren, Frans Duits. Dank u wel. Dames en heren, ik ga een hele goede vriend van mij erbij vragen. Het is onze huidige zin op dit moment. Mag ik voor jullie een oorverdovend applaus voor Django Wagner! Komt-ie! Zelf die avond bevriend, ik vroeg je toen zing met me mee. We hebben gezongen tot diep in de nacht en iedereen deed met ons mee. En nog
S'avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Ik rook mijn laatste sigaret. Jongens, ik heb Koos meegenomen. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Het is al 2 uur in de nacht. En ik, oké, jongens, gewoon even één handje lucht met z'n allen. Dan gaan we feestje bouwen. Jij neemt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Kijk doelloos naar het bank. Ik wacht op je voetstap in de gang. De klompen gelijken me stil verdriet. Wat ik voel begrijp jij niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij zo verder gaan? Het is net of jij me iets verwijt. Ik ben zo, oké, okay, jongens, gewoon even één in het handje met z'n allen. Gaat ie, voor links, rechts. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik van stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds. Oké, okay, jongens, met z'n allen, jullie. Ik heb het niet gezien. Wat ben jij voor een vrouw? Jongens, maar even met de podium, want je bent zelf van links naar rechts. Ik ga nog even één keer vragen, ik wil in ieder geval beren gezellig, ik zweet mij ook helemaal aan. Maar jongens, gewoon even met z'n allen één keer een hartje. Koos op, we gaan. Links, rechts, hey! Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is na vanaf, voor goed voorbij. Een leugen is gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Jongens, dankjewel, nog heel veel plezier!
Ja, welkom terug bij Thuis in Limburg, het zomersprogramma van TV Limburg. Deze hele maand vanuit de Weerterbergen in Weert. En dus kan de burgemeester van Weert niet ontbreken. Jos Heijmans, hartelijk welkom. Niet alleen de burgemeester van Weert, maar ook nog een hele sportieve burgemeester. Want u maakt deel uit van het Nederlands burgemeesters elftal. Klopt, ja. Leg eens even uit. Het is een elftal alleen maar met burgemeesters? Alleen uit burgemeesters bestaat het elftal. En wij bestaan al 25 jaar. We voetballen voor een goed doel, voor de Lepra-stichting. En wij hopen volgend jaar 500.000 euro bij elkaar gevoetbald te hebben. Goeiedag zeg. Ja. Dat kunnen veel profs nog een puntje aan zuigen wat dat betreft. Ja, echte profs die krijgen meer. Of per wedstrijd krijgen die dat. Ja. Krijgen per wedstrijd, ja. Nee, maar hartstikke goed. U bent de voorzitter, maar ook speler. Wie bent u? Bent u Nigel de Jong? Bent u Robin van Persie? Mark van Bommel? Nee, ik ben een beperkte voetballer. Een dienende voetballer. Op middenveld sta ik meestal... Een beetje Mark van Bommel type, zeg maar. Ook aanvoerder, dat is Mark van Bommel ook. Ja. Maar iemand veld erop? Ja, ik moet het niet van mijn techniek hebben in ieder geval. Nou ja, ik bedoel, kijk, Mark van Bommel wordt ook vaak gezegd dat hij met name een harde werker is. Maar techniek heeft het ook wel degelijk, hè? Nee, dat klopt ook wel. Ik heb in mijn voetballeven niet verder geschopt dan de derde klas. Maar ja, ach, het is gewoon een leuk spelletje en ik ben het nog steeds blijven doen. We voetballen nog steeds... Voor ons plezier en voor het goede doel. Zo'n keer of 8 per jaar bij allerlei betaald voetbalorganisaties in het hele land. En als we daar dan ook elk jaar wat geld voor de Lepra-stichting bij elkaar kunnen boksen, dat is natuurlijk wel geweldig. Prima, ja. Nog meer Limburgers aan de aftrap? Ja, Hubert Vos uit Nut. En Jos Som uit Kerkrade, die is staat meestal in het doel. Dus we zijn zo'n beetje met z'n drieën volgens mij uit Limburg. Oké, en zijn jullie ook een beetje de harde kern? Wordt er Limburgs gesproken? Is het een kwestie van geduld totdat heel het burgemeesterelftal Limburgs lult? Nee, want ze komen overal vandaan. Dus uit Groningen, Zuid-Holland, Noord-Holland. Dus nee, daar wordt gewoon Nederlands gesproken. En wie is de beste van die drie Limburgers? Van de drie Limburgers? ik maak het u lastig. Jos Son, denk ik. Ja, de keeper? Ja. Oké, ja, een beetje Zekelenburg, Van der Sarre-achtig. Ja, hij heeft er te weinig tijd voor, of hij maakte er te weinig tijd voor, maar hij was goed in doel. Oké, okay. We gaan het over het grote Oranje hebben. U volgt, neem ik aan, de wedstrijden op de voet? Ja, ik ben echt een liefhebber. En dat betekent thuis ook het hele huis Oranje en Oranje shirtje aan? Nou, Oranje shirtje aan nog niet, maar wel Oranje versierd en een vlag uit inderdaad, samen met kinderen en vrouwen voor de televisie. En hier en weer gaat u kijken dan, neem ik aan? Nee, ik ben het liefst thuis het kijken. Oké, want Weert is natuurlijk ook een stad waar het voetballen flink beleefd wordt. Ja. Opmerkelijk genoeg hebben jullie geen voetbalclub die hoog speelt, maar wel basketbal en volleybal op het hoogste niveau. Ja, Wilhelmina, dat is een beetje vergane glorie. Die heeft hoofdklasse gespeeld, lang. Maar op dit moment inderdaad niet. Maar wel basketbal en volleybal. En die zijn allebei professioneel op het hoogste niveau en daar zijn we bijzonder trots op. Ja. En even nou over het EK. Nederland gaan we hem winnen. Ja, Nederland wordt Europees kampioen. Nou, dat is de eerste die het zo open en bloot zegt. Ja, maar ik ben en voetballiefhebber en chauvinistisch. En er wordt van alles nog wat gezegd en het moet natuurlijk meezitten. Maar als er ooit de kans is voor het Nederlands elftal om Europees kampioen te worden, dan is het met deze selectie. Want ze zijn gegroeid sinds 2K, 2 jaar geleden? Ze zijn gegroeid. En ik denk dat ze het in de poolfase moeilijk krijgen. Ze zullen morgenavond... Ternauwernood winnen van Denemarken. Ik hoorde net Ole Tobias zeggen gelijk spel, maar het wordt 2-1 voor Nederland morgenavond. Vanavond. Ze verliezen van Duitsland in de poolfase, maar winnen van Portugal en daardoor worden ze tweedes. Dat is een beetje mijn voorspelling. Je heeft hem helemaal doorgerekend. Ja, en dan komen ze in de finale tegen Duitsland. En dan winnen ze wel. Nou, wij tekenen ervoor. Ik ook. Je zei het al, op de plek van Mark van Bommel. Wat vind je van Mark van Bommel? Ja, het is wel een speler die nodig is in het Nederlands elftal. Er zijn Van Persie, Robben, er zijn er verschillen die veel beter kunnen voetballen. Maar met alleen maar technische voetballers maak je geen goed elftal. Je moet ook dienende voetballers hebben, werkende voetballers. En dan is Mark Vobel een van de betere. Ja, er zijn 16 miljoen bondscoaches deze dagen. We hebben alles de afgelopen dagen al op de televisie voorbij zien komen. Zelfs de tatoeages van de spelers zijn ook becommentarieerd. Welke discussie zegt u van, die moeten nou eens echt stoppen? Dat moeten we nou echt ophouden? Nou, ik vind wel dat de discussie moet blijven. Dus laat iedere Nederlander daar maar gerust over spreken. Van Marwijk doet toch waar hij zelf zich het beste bij voelt. En waar ook het elftal zich het beste bij voelt. En dan denk ik dat hij kiest voor Van Persie en niet voor Huntelaar.
Ja, nou, dat lijkt me als zich niks mis mee. Hè? Ja, we zitten deze week in Weert. Ook als het Nederlands elftal er eerder uitgaat, blijven we gewoon hier in de Weertenbergen zitten. Heel verstandig, want er is van alles te doen in Weert. Ja, dat moet u als burgemeester natuurlijk zeggen. U krijgt nu even de gelegenheid om wat reclame te maken. Want hoe toeristisch is Weert eigenlijk? Hoe zegt u? Hoe toeristisch is Weert eigenlijk? Nou, heel toeristisch. Je zit nu op de Weertenbergen, waar per jaar zo'n 100.000 bezoekers komen. Maar ook het centrum van Weert, de kermis, de carnaval, zijn heel bekende activiteiten. En we zijn nu langzaam aan 2014 aan toewerken, want dan bestaat Weert 600 jaar. En dan gaan we echt een heel jaar feest vieren en dan gaan we heel Limburg in meetrekken. Oké, nou daar kijken we zeer zeker naar uit. Wat ik zag, Weert is, we herkennen het natuurlijk allemaal, maar er is ongelooflijk veel groen in de omgeving. Hè? Zeker hier rondom het park. Daar stond ik eigenlijk een beetje versteld van, hoeveel bossen. Ja, en daar staan veel mensen versteld van. Maar dat verandert binnenkort, want wij zijn genomineerd voor de groenste stad van Nederland. Die uitslag die komt binnenkort. We zijn bij de laatste drie gemeentes van heel Nederland. En ik heb er goede hoop op dat Weert uitgeroepen gaat worden tot de groenste stad van Nederland. Okay. En dan is dat voor iedereen bekend dat er zoveel mooi groen is in Weert. Ja, u bent relatief nieuw in Weert. Ik was burgemeester in Limburg, bent toen naar Brabant gegaan. Nu dus sinds kort weer terug eigenlijk. Hoe bevalt het er nu toe? Ja, uitstekend. Ik had het al uitstekend aan mijn zin in Midden-Limburg. Ik ben 8 jaar in Brabant geweest, ben nu toch weer teruggekomen. Dus dat zegt al wat eigenlijk. Hè? Ja, toch een beetje heimwee ook naar het Limburgse. Ja, en ik ben een Brabander van origine, maar ik werk met heel veel plezier in Limburg. En het plat, dat geef ik ook wel goed af. Ik kan het goed verstaan, maar ik spreek het niet, behalve met carnaval af en toe. Dan zul je moeten. Ja, nou, dan moeten, maar dan spreek ik altijd met de zaal af dat ze pas mogen gaan lachen wanneer ik klaar ben. Oké, ja, dat is goed. We zullen het Pierre Knoop zeggen. Ja, ja. Tot slot voor vanavond, Nederland-Denemarken. 2-1. 2-1 voor Nederland. 2-1 voor Nederland. Dank in de laatste minuut. De laatste minuut? Ja. Wie gaat hem maken dan, als je toch zo specifiek bent? Van Persie. Oké, dat is uw fan, dat is uw favoriet van een beetje? Ja, ik ben een geweldige voetballer en hij heeft op Tunten nog weinig. Hij is tot zijn recht gekomen met Nederland zelf. Dat is ook een beetje discussie, maar het is echt een geniale voetballer. Oké, okay, gaat u ook nog naar Oekraïne? Gaat u nog kijken toevallig? Nee, ik blijf rustig thuis voor de tv. Oké, okay, nou mag u zeer veel plezier wensen. Die kan zeer veel plezier ook hier in het Weertse. Ja, u ook heel veel plezier in Weert, in het mooie dat Weert. Dat komt zeer zeker goed. Het weer moet nog een beetje beter worden en dan komt het ja, helemaal. Ja, de zon komt eraan, zie ik. Ja, nou dat zijn gewoon studiolampen hoor. Oh. Dankjewel voor uw toelichting. Graag gedaan. Ja, de burgemeester van Weert gaat dus niet naar Polen, maar wij gaan wel zingen met de hele bus naar Polen van de Teddy Boys. Beste fans, we stappen nu in de bussen op weg naar Polen en Oekraïne. En we gaan met bussen vol op weg naar Polen, op weg naar Polen, naar de EK. En we gaan met bussen vol naar Oekraïne, onze spelers achterna. Want we worden kampioen, als we spelen met ons groen. Want we worden kampioen, als we spelen met ons groen. En dan gaan we 1, 2, 3 en
Goed heren, dat was een hele bus vol naar Polen. Ja, je... misschien meer bussen, hè? Een stuk of 60, 70. Ja, dat is wel ver naar Polen. Het is verrekte ver, maar ik weet eigenlijk, het is oostelijke richting, dacht ik. Ja, je kunt ook over de andere kant gaan, ben je even langer bezig. Nee, hey, waar komt dit liedje vandaan? Waar komt de tekst vandaan? Ja, dat komt van mij. Ze hebben toen gewonnen met 11-0. Van San Marino. Ja. En daar was me wat in het hoofd blijven hangen. Dat vind ik wel. Vond ik uniek. En ik had hem eigenlijk in oktober het vorig jaar al klaar. Maar dan wisten we nog niet dat we naar Oekraïne moesten. Anders was het een bus vol naar Oekraïne geweest, en natuurlijk. Toen ben ik de tekst gaan veranderen. Maar dat rijdt niet. Ja, nu klopt die. Ja, nu wel, ja. Nee, met Oekraïne had het niet geklopt. Het is perfect. Oké. Ja. En ja, we hebben er wel succes mee. Okay. Want we staan met TV Oranje op de 8e plaats. Ja, van de 12. Ik zei het net al, Giel Bede doet er een beetje vervelend over. Zo van, ja, dat stelt allemaal niks voor. Ja, maar als ik dat zie... Hou je een klein beetje de camera, dan kunnen ze thuis goed zien. Als ik dat zie bij Giel Bede, want de bedoeling is natuurlijk geweldig dat die man dat doet. Want hij is echt een radioman. Maar als je toch allemaal die balkjes ziet van andere artiesten... en ik geloof dat er iets meer dan 70 of misschien nog meer waren... Ja, wij staan nog niet, er staat nog geen klein rood streepje bij ons. Dat is jammer. Ja. En sommigen hebben er 500 stemmen. Of, ja, ik weet niet hoe dat werkt. Ik bedoel, als je een goede achterban hebt... en je kunt die allemaal een beetje charteren, dat ze meehelpen. Dan maak even klaar. Waarom is jullie liedje nou veel beter dan al die 400 anderen? Het is gewoon goed. Gewoon goed. Laten we het daarbij houden. Ik denk het wel. Ja. Dankjewel Teddy Borgs. Dankjewel dat jullie er waren. Dankjewel u thuis, dat u was getuige van deze hele show. Wat ik al zei, de hele zomer dus vanaf de Weerterbergen. Later nog op mooie andere toeristische plekken. Maar gedurend EK kunt u elke werkdag hier terecht. Met natuurlijk gesprekken aan tafel, interviews en mooie optredens. Het gaat niet alleen maar over voetbal de volgende keer. Alleen vandaag natuurlijk wel vanwege het feit dat we daar van de Denen gaan winnen. Dit was Thuis in Limburg voor dit moment. Jongens, tot ziens. Dankjewel.